Ja, je hebt vakantie en dan ga je kijken. Waar gaan we heen? Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. Desiree, jullie hebben een prijs gewonnen. Ja, klopt. Wij zijn de beste camperplaats van Nederland. Zo? Uitgeroepen door het NKC Campercontact. Is dat een soort ANWB of hoe moet ik dat zien? Ja, NKC is een club, heeft 65.000 leden, allemaal mensen met een camper. En Campercontact, daar kunnen ze op zoeken waar de camperplekken in Nederland zijn en in heel Europa. En mensen kunnen daar review op schrijven. En mensen die hier geweest zijn, die hebben dus een review geschreven met 5 sterren. Dat is het hoogste aantal wat je kunt halen. En dan kijken ze naar de periode tussen 1 april vorig jaar en 31 maart dit jaar. En er waren 53 reviews met allemaal 5 sterren. Iedereen vindt de camperplek zo geweldig dat ze dus 5 sterren geven. Ja, ik denk toch de gastvrijheid en dat we het zo mooi hebben aangelegd. Dat mensen hier zomer, winter kunnen staan. Het is, als het regent, je hebt geen plassen. Het ziet er keurig verzorgd uit. Ja, maar het is ook vrij nieuw, denk ik, of niet? Ja, we zijn 30 augustus open gegaan. Wat is er nou zo mooi aan deze camperplaats? Het is heerlijk rustig. En de mooie beplanting die hier is. En het sanitair is supermooi. En de mensen van de camping zijn heel aardig. Dus prima. Ja, waar komt u vandaan? Uit Berkel en Rode Reis. Gezellig hier in Lennisheuvel. Heel gezellig. Ja? Lekker rustig. Mooie omgeving, prachtig. Ja. Goedemiddag. Hallo. Even een boel verkennen hier in de buurt. Ja. Ja, wat leuk. Waar komt u vandaan? Groningen. Groningen? Groningen, ja. Provincie Groningen, ja. Friesloo. Ja. Nou, dat is wel mooi dat u naar Brabant komt. Ja. Ja, ik ken alles wat. Toch? Ja. Ken alles wat. Ja, zo is. En u bent met de camper onderweg? Ja. Ja. Voor dit jaar voor het eerst. Eigenlijk vorig jaar een beetje begonnen en nu dan wat meer met de camper. En van tevoren had u een caravan misschien? Nee. Gewoon, we gingen altijd met vliegtuig. Hoeveel campers staan hier nou gemiddeld? Ja, dat is heel wisselend. Dat is echt heel wisselend. Maar door die award gewonnen hebben we regelmatig 100%. Dat betekent dat we met 20 campers volstaan. Als ik denk aan campers, misschien een beetje ouderwets, denk ik, nou, dat zullen wel vooral oude mensen zijn. Nee, absoluut niet. Nee? Natuurlijk hebben we ook gepensioneerde mensen, maar ook heel veel mensen die gewoon een weekendje gaan of een paar dagen vrij zijn. Jonge mensen staan nu ook hier. Ze zijn nu wel fietsen, maar ja, we hebben ook echt jongere mensen. Ja. Wat is er nou zo leuk aan een camper? De vrijheid. Gaan waar je wil. Als het niet leuk is, stap je weer in en dan rij je door. En als je ergens leuk staat, je draait je luifeltje uit, je zet je tafeltje en je stoeltje neer en je zit. Toch? Vakantie. Zo werkt het. Genieten. Zo werkt het. 2-3 dagen en weer door. Ja. U bent geen Brabander? Nee, we komen uit Noord-Holland. Noord-Hollanders zijn we, Beverwijk. En hoe komt u dan in Lennisheuvel terecht? Je hebt vakantie en dan ga je kijken. Waar gaan we heen? Ik zie je twee mooie fietsen? Ja, zeker. Zeker. Ja. Ben je wel wezen fietsen? Ja. We hebben vanmorgen een heerlijke tocht gemaakt. Waar bent u naartoe geweest? Oostenrijk, hè? Ja, Oostenrijk. Oh, ja. Oostenrijk, Boksel en zo weer terug. Ja, Liem is ook mooi. Ja. S, ook mooi. Oké, dat is mooi. Nou, dan moeten we dat zeker doen. We hè? Hebben nog een dag. Dus, ja. Ik wens u heel veel plezier. Ja. Alle vrijheid die je hebt. Ja, dan zei die meneer net hier ook. Ja, ja, dat je alle kanten op kan. Je hebt alles bij je. Dus je bent niet gebonden aan iets. Je pakt je camper, je gaat ergens naartoe, je gaat ergens staan. Maar ik denk, als je een caravan hebt, kop je de caravan op, kan je met de auto, dan moet je alles vastzetten als je weg wil? Of? Het heeft voor- en nadelen. We hebben ook jarenlang een caravan gehad, dus we hebben beide ervaring. Maar een camper is nog steeds het makkelijkste, het beste voor ons. Ja. En omdat het hier zo mooi is, zeggen mensen ook, we gaan hier douchen in plaats van in de camper, want het is toch allemaal kleiner. Ja, en alles is mooi schoon en dat vinden mensen prettig. Ja, en ook heel modern, want als we even gaan inchecken, als we even gaan kijken, dan... Ja, we hebben een prachtig inchecksysteem, 24 Camp heet dat. En daar hoef je in principe niet bij te zijn. Mensen kunnen gewoon zelf inchecken. Wij geven de mensen koffie en thee en we zijn erbij. Maar dat hoeft niet. En uitchecken gaat ook heel makkelijk. Alles wordt meteen afgerekend, stroom naar verbruik. Dus wat ze gebruiken uit stroom betalen ze. Het is wel extra erop, maar als je de stroom zelf hebt, dan hoef je hem ook niet te betalen. Alles heel overzichtelijk? Ja, heel overzichtelijk. Nou, ik wens jullie nog heel veel succes voor de volgende jaren. Dank je wel. En kun je de prijs ook 2 keer winnen? Dat weet ik niet. Daar heb ik geen ervaring. Vast wel. We zullen het zien. We gaan het zien. Succes. Ja, dank je wel.